Nou, ik heb samen met Jos heb ik de laatste voeg gezet op het bevrijdingsmonument. Wat vandaag hier teruggeplaatst is op de oude bushalte. En dat wordt de nieuwe bushalte. En het is heel erg mooi opnieuw ingericht. En ja, ik denk dat dit monument nou op de mooiste plek staat die het ooit heeft gehad. Het is de entree van de stad. Er rijden straks bussen omheen. Heel veel mensen gaan het zien. Het wordt geflankeerd door mooie oude panden, de oude rechtbank. Dus ik denk dat dit een superplek is voor het monument. En ik hoop dat het hier voor altijd blijft staan. Nou, er is naar verschillende plekken gekeken. Maar uiteindelijk is beoordeeld dat dit de mooiste plek is. Omdat op alle andere plekken er zitten nadelen aan. En ja, hier kan het mooi afgeschermd staan en toch heel erg in het zicht. Dus daarom is voor deze plek gekozen. Ja, het monument stond nu bij het oude stadhuis. Wat verbouwd is tot appartementencomplex. En daar stond het een beetje in de luwte. Daar komen niet zoveel mensen. En het stond een beetje verloren op dat plein. Dus we hadden zoiets, ja, eigenlijk moet het daar weg. Nou, en toen kwam deze plek voorbij. En toen is eerst eigenlijk gezocht of het weer terug kon naar het Waagplein. Maar ja, dan komt het midden tussen mensen te staan die s'avonds aan het stappen zijn. Die dan misschien op gaan klimmen. En dat is hier allemaal niet. Dus daarom hebben we gekozen voor deze plek. Hier is meer bekijks. Ja, absoluut. Oké, dank u wel. Graag gedaan. Andere plekken in Almelo stond ook altijd een aansluiting vanuit de koolgas voor het bevrijdingsvuur. Dat haalden we dan uit Wageningen en dat werd dan op bevrijdingsdag hier ontstoken. Dat deden we tot nu toe altijd in de kroonjaren en dat willen we ook in de toekomst weer gaan doen. Dus we zijn koolgas ook heel dankbaar dat hij weer een aansluiting heeft gemaakt hier voor het ontsteken van het bevrijdingsvuur.